De stelling, als advocaat mag je alle wettelijke middelen aangrijpen om je cliënt bij te staan, stuit op weerstand. Vooral bij mensen die het begrip rechtsstaat nogal eenzijdig inkleuren en daarbij gemakshalve de wet opzij zetten. In artikel 10a van de advocatenwet is opgenomen dat de advocaat bij de uitoefening van zijn beroep partijdig is bij de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van zijn cliënt. En in gedragsregel 2 is opgenomen dat het belang van de cliënt en geen enkel ander belang de wijze bepaalt waarop de advocaat zijn zaken behandelt. Beide bepalingen zijn imperatief ofwel dwingend van aard. Deze 2 bepalingen die de algemene norm als vervat in artikel 46 van de advocatenwet invullen, brengen mee dat een advocaat alle wettige middelen moet aangrijpen om zijn cliënt bij te staan. Doet hij dat niet, dan verzuimt hij deze wettelijke plicht na te komen en dan pleegt hij niet alleen verraad aan zijn cliënt, maar hij ondermijnt ook de rechtsstaat. Een rechtsstaat kan verder alleen optimaal functioneren bij een eerbiediging van het gezegde du jour des opinions jaillit la vérité. In het botsing der meningen ontstaat de waarheid. En het was per slot van rekening de Indiase dichter Tagore die treffend opmerkte dat in de strijd om de waarheid strijd vaak de enige waarheid is. De stelling dat het kabinet de rol van de wettelijk verplichte partijdige advocaat probeert te minimaliseren, toont aan dat daarmee de bijl aan de wortels van de rechtsstaat wordt gelegd. Het is ontnuchterend te beseffen dat onze regering daarmee in wezen geen haar verschilt en precies hetzelfde doet als de radicale moslims in Pakistan die hun woede en haat na de vrijspraak van de aanvankelijk wegens godlastering ter dood veroordeelde Asiya Bibi nu ook richten op haar advocaat. Deze moedige advocaat, Saiful Malook, verdedigde haar met gevaar voor eigen leven. En terecht spreken wij afschuw uit over deze gang van zaken. Maar het is stuitend hypocriet het gebrek aan rechtsstatelijk elan in Pakistan te bekritiseren en tegelijkertijd hier in ons land een afbraakprogramma naar Pakistaans model te verheerlijken. Het kabinet moet hierbij wel op zijn tellen passen. Want net als in de Franse tijd, ongeveer 1660 tot 1790, toen de Franse orde van advocaten ontstond, zijn we tot de dag van vandaag chevalier le loi, ofwel knights of the law. En in ieder geval, sinds 1780 staat de Franse orde van advocaten, waarvan de Nederlandse orde het spiegelbeeld is, te boek als een organisation de combat. Wij zijn dus advocaten en van oudsher zijn we dus een strijdbare component in onze samenleving. Wellicht ook de meest strijdbare component. We zijn voor de duivel niet bang. En we zullen het dan ook ieder wettig bewijsmiddel aangrijpen en moeten aangrijpen om het kabinet duidelijk te maken en aan het verstand te brengen dat het minimaliseren van de partijdige advocaat door onder meer lagere vergoedingen de maatschappij uiteindelijk duur te staan komt. Het minimaliseren van tegenspraak staat, zoals de geschiedenis heeft geleerd, gelijk aan het uitrollen van de rode loper voor weinig democratisch, autocratisch, dictatoriaal bestuur. De grimmige, geschoeide laars van de al dan niet gekozen dictator die zich als een wolf in schaapskleren met kwakzalverij verhult in goedkope praat, mogen tijdelijk effectief zijn. Maar uiteindelijk laten advocaten de strijdbijl niet liggen. Voorwaarts, de strijd dus, trek ten strijde.